Er zijn heel wat programma's waarmee je kunt e-mailen. Het ene heeft wat meer functies dan het andere. Of misschien kies je er juist wel voor dat je e-mail uitsluitend via een webapplicatie wilt gebruiken. Maar als je voor een bureaubladapp kiest, is het gratis Thunderbird een mooi programma. In de vorige how-to hebben we de basis bekeken. In deze tweede how-to kijken we onder andere naar het adresboek. Thunderbird is geopend. Als je zelf wilt controleren of je nieuwe e-mail hebt, klik je hier. Als je meer accounts hebt, kies je alle nieuwe berichten ophalen. Je ziet dat er een nieuw bericht binnenkomt. Als je een bericht wilt archiveren, selecteer je het bericht en klik je hier. Andere opties voor een bericht kun je vinden via het pijltje achter meer. Als je kiest voor openen in conversatie, worden berichten die over hetzelfde onderwerp gaan bij elkaar gezet. En als er nog een nieuw bericht komt over dit onderwerp, wordt het er automatisch bij geplaatst. De conversatie is in een nieuw tabblad geopend. Dat kun je hier sluiten. Eerder hebben we dus een bericht gearchiveerd. Via de map archieven zie je dat er per jaar een map wordt gemaakt. Je kunt berichten labelen. Zorg ervoor dat er een bericht is geselecteerd en klik hier. Maak je keuze uit de aanwezige labels. Of je maakt een nieuw label. Je geeft een naam en kunt een kleur kiezen. Het bericht in de map archieven geef ik het nieuwe label. Labels kun je op deze manier beheren. Je komt in het venster opties. Zo kun je bijvoorbeeld de kleur veranderen van een label. Je ziet hier dat de kleur bij het bericht is aangepast. Zo breng je alleen berichten met labels die in de huidige map staan, in dit geval postvak in beeld. Als je nog een keer klikt, worden alle berichten weer getoond. Je kunt berichten in mappen plaatsen. Via de rechtermuisknop maak je een nieuwe map. Hier kun je aangeven waar de nieuwe map een submap van moet zijn. Je voegt een bericht aan de map toe door dit hierheen te verslepen. E-mailadressen kun je beheren in het adresboek. Adressen die je al hebt gebruikt worden automatisch aan het adresboek toegevoegd. Via de knop Bewerken kun je de contactgegevens aanpassen. Dat kan eventueel via verschillende tabs. Zo maak je een nieuw contact. Hier geef je aan welk adresboek je het nieuwe contact wilt toevoegen. Je ziet dat het e-mailadres aan het persoonlijk adresboek is toegevoegd. Hier staan de adressen die je in eerder verstuurde mails hebt gebruikt. Als je regelmatig een bericht naar dezelfde personen moet versturen, kun je daarvoor lijsten gebruiken. Hier maak je een nieuwe lijst. Je vult de gegevens in en bovenaan kun je weer het adresboek kiezen waarin je deze lijst wilt opslaan. Hier typ je de e-mailadressen. Dat kunnen ook adressen zijn die je nog niet eerder hebt toegevoegd. Via opstellen kun je hier een nieuw e-mailbericht maken. Achteraan typ je de naam van de groep. Deze wordt automatisch ingevuld. En vervolgens kun je het bericht afmaken en uiteraard verzenden. Alle personen uit de groep Jubileum krijgen dan hetzelfde bericht. Tot zover deze how-to. In de laatste how-to kijken we onder andere naar een aantal opties.